zuster. Ik heb haar zeer gedaan. Oh jee. En kunt u er wat aan doen? Jazeker. Ja. Hoe kwam je op het idee om in zo'n pak te lopen? Ja, is toch leuk? Ja, hartstikke leuk. Dus met wie loop je mee? Met Prokino, de kinderopvang. Oké. Okay. Ja. Je ziet er geweldig uit. Ja, dankjewel. En ook beveel de halverdaagse. Hartstikke leuk. Ja? Gezellig. Ja. Oké, okay, nou, ja, groot succes. We zijn er weer. Ik heb weer wat nieuws, hè? Ja. Nieuwe vriend bij me. Ja. En, hoe heet je vriend? Ja, nee, ik heb eigenlijk geen naam. De kinderen noemen hem Witje. Witje? Ja. Maar is hij ergens van onder de lol? Of... Nee, laatste avond, hè? Laatste avond, samen feest, ja. Met z'n allen feest voor een week lang gezellig lopen. En geen spierpijn? Nee, nee. Nee, helemaal niet. Het is echt een topweek. Dus volgend jaar 10 kilometer? Ja, we hebben er dit jaar 3 die het gedaan hebben. Zo, flink. Ja. Ja, dus volgend jaar... Oké, we zijn heel blij mee. Hoe is het aan jou met de HBO deze week? Qua blaren en zo. Ja, heel weinig. Heel weinig. Ja, wel op zich wel goed gegaan. Oké, okay, en voor jou het eerste jaar dat je meedoet, niet in Meloos? Nee, het tweede. Tweede jaar, ja. Oké. Okay. En Egbert, mooie pluizen kunnen maken, joh, vandaag. Veel te veel. Veel te veel. Ja, dan, ook, dan moet je wat minder op die knop drukken, joh. Ja, dat is zo moeilijk, hè? Ja, dus, nou. Ze roept me een verzoekplaatje, dan moet je wat, hè? Ja, dat ben 4 weekjes oud. 4 weekjes oud. Ja. Maar ze vinden het nou niet zo leuk, hè? Auto, auto, auto! Ja, Parkstad, hè? Hallo Alders. Hey, hallo meneer Van der Werf. Ja, goeiedag. Hoe is het gegaan deze week? Nou, we mijn natje kloon. Alleen door die warm weer zeg ik op mijn beurt. Even net zeer een mooie week af. Ja, een dik 2200 lopers. Ja, een 2200 lopers. Ja. Nou, ik ben voorzeer tevreden met. Ja, en hoe is dat dinsdag nog precies gaan? Nou, de groep als rustdag gepakt? Ben gewoon bij, die hebben een rustdag genomen. Ben gewoon bij, die hebben nog de 5 kilometer gewoon. Nou, die man, je mensen gewoon in waarde, zeg ik altijd. Ja, dan hebben ze het allermooiste. Die kinderen mag plezier hebben en de ouders mag plezier hebben.
Oké, okay, dat qua organisatie en qua verkeersregelaars, geen gekke dingen dit jaar? Geen gekke dingen. Er staat voor auto's die de kanaal verwaarden tussen deur. Ja. Ik heb drie nummertjes gekregen, zeg ik, wat man van de met. Ja. Ik denk, jongens, stil dan uit de zwoorden en direct. Zo lang gaat er maar geen brak gebeuren. Kun je ook wat vertellen over de EHBO? Hoe dat de EHBO hebt gehad? Ik heb nog niks gehoord van de EHBO, zeg maar, van Utsvalders of wat ook, zeg maar. Nou, het zal allemaal wel gaan goed worden. Dus en daar ben ik blij om. Naast me staat Anita Olders. En je bent van? Kindcentrum de Apenrots. Volgens mij is dat een nieuwe naam op de Amervierdaagse. Dat niet? Ja, klopt. Wij zijn 1 mei begonnen op de Ommelanderwijk. In de school van de Ommewending. Met een kindcentrum. En waar moet ik aan denken als een kindcentrum? Wij hebben voorschoolsopvang, naschoolsopvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in 1. Oké. Okay. En, en hoe kom je op het idee om met zoiets te beginnen daar zo? Nou, wij zijn gevraagd door de school en door de omgeving om daar een kindcentrum neer te zetten. Zodat kinderen vanuit school niet eerst moeten reizen, maar gelijk in hetzelfde gebouw ook na school kunnen blijven of voor schooltijd. Zodat ze vanuit ons direct de klas in kunnen of het plein op kunnen. En van de omwending heb ik nu inmiddels een paar kinderen, maar ik rij ook op de school in Boven-Pekela. Daar is speciaal vervoer voor, dat wij ook de kinderen naar de Boven-Pekela brengen en halen. En er zijn overdag kinderen die gewoon echt als kinderdagverblijf bij mij zijn. En dit ben je spontaan mee begonnen of zo? Denk nee. Je, dit vind ik leuk of zo? Nou, ik kom uit het onderwijs en ik ben benaderd door het gasthouderbureau hier uit Veendam. Of ik dit wilde gaan opzetten. En zij hadden gevraagd het kindcentrum om Apenrots in Westerbroek. Daar zit ook een Apenrots. En zij kon dat niet alleen, twee locaties leiden. Dus zij had zoiets van, ik heb een locatieleidster nodig die dat wil gaan doen. En toen ben ik benaderd en ik heb 2 dagen nagedacht. Ik zeg, ga doen. Dus ik heb ontslag genomen en ik ben dit gaan doen. Zo, het is een hele grote uitdaging. Het is een enorme uitdaging en het loopt als een tierenlier. Nou, geweldig toch? Want ik heb op dit moment sowieso al 10 kinderen in opvang en 4 op de wachtlijst, op de lijst staan. En je bent met een hele kleine groep, heb je daar voor vandaag gelopen? Ja, want de anderen zijn nog te jong. Ja. Ik heb een aantal kinderen van 2,5 jaar, die kunnen dit niet lopen. Dus dit is onze eerste keer. En volgend jaar hoop ik maar een hele grote groep te lopen. Ja, misschien heb je dan wel 50 kinderen, wie weet. Westerbroek heeft 64 kinderen. Zo. Juist. Ja. Dus het kan alle kanten op, maar er is plek. Ja, oké, okay, prima. Jeroen, ja, bedankt. Graag gedaan. Ik ben er al geweest. Toppetje!